welkom bij deze nieuwe video. Vandaag probeer ik weer een nieuw soort product uit. Van Tati Beauty heb ik hier de Blender Fall. Dit is een soort van powder puff, maar ook weer niet echt. Voor de mensen die Tati niet kennen, zij is een beauty vlogger hier op YouTube. En zij heeft haar brand Tati Beauty. Die is ook echt net nieuw. En ze was begonnen met een oogschaduwpalet. Daar heb ik ook een video over gemaakt. En haar tweede lancering is deze Blender Fall. En dat is een soort van powder puff. En ik ben super benieuwd. Toen zij in haar video vertelde wat het product was, had ik iets van, ja joh, een powder puff. Maar ik zweer het, als je haar video bekijkt aan het einde van de video, ben jij overtuigd dat jij dit moet hebben. Ik persoonlijk gebruik gewoon altijd mijn beauty blender voor alles. Voor liquids, poeders, voor echt alles. Ik heb hier wel een powder puff, maar ja, ik gebruik die niet echt. Dus ik ben echt super benieuwd wat ik hiervan ga vinden, omdat ik het product al niet echt gebruik. Ik weet dat heel veel mensen dat wel gebruiken, zoals mijn zus. Die gebruikt wel altijd powder puffs. Dus ja, voor die mensen is het helemaal geschikt. Maar ik ben dus echt super benieuwd. Want normaal is zo'n puff echt alleen maar echt geschikt voor poeder. Maar dit product is dus ook geschikt voor liquid. Dus je kunt hem gewoon letterlijk gebruiken als een beauty blender. En dat is heel fascinerend. Want ja, dat heb ik nog nooit echt gezien. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het is dus echt iets nieuws. Dus ben jij net zo benieuwd als ik? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen. Nou, dit is dan de verpakking. Ik heb hem al opengemaakt. En dan staat zo hier op Blenderful. Super cute. En dan hier staat no harsh lines. Dus geen harde lijnen. En dan hier een kleine tekst over hoe je hem moet schoonmaken en zo. Je kunt ze in de wasmachine doen of gewoon met je handen wassen. En dan wat erin zit zijn twee powder puffs. Eén grote en één in het klein in een hartje. En het gaat vooral om de grote. De kleine is gemaakt voor mensen met een vettige huid. Die na een aantal uur een beetje hun make-up willen bijwerken. Je kunt dan zo met dit ding zo al het vettige zo wegdeppen. Ik heb geen vettige huid. En dit is echt het product waar het om gaat. Ik heb dit besteld vanuit haar website, tatibeauty.com. Het is wel vanuit Amerika. Alleen je betaalt geen douane. Want dit product kost $18. Dus dat is rond de €16. En dan heb je er twee. En dat is onder de €22. Dus zolang je onder de €22 blijft, hoef je geen douane te betalen. Ik moest wel €10 aan verzending betalen. Dus ik heb gewoon bijna twee keer zoveel betaald voor dit product. De prijs is zonder verzending erbij. Dus iets van €16. Dat is best wel betaalbaar. Want je krijgt er twee. En één beauty blender is al €20. Dus dat is op zich een goede prijs. Alleen ja, als je het naar hier wilt verzenden, komt er wel weer €10 verzending bij. En dat is dan wel weer minder. Dat maakt het dan gelijk weer een beetje duur. Ik vind de verpakking echt super cute. Ze voelen ook allebei heel zacht aan. Mijn probleem ook met de normale powder puffs is, die zijn altijd best wel dik en rond. En niet echt heel flexibel. Dit ding is dat wel. Dus ik kwam nooit echt heel goed zo hier in de hoeken. En dat is waarom ik die niet echt gebruik. Maar in haar video heeft ze echt verteld dat je hiermee echt goed in de hoeken kunt gaan. Want je kunt hem helemaal zo buigen en alles. Dus je kunt dan gewoon zo poep 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 en dan gewoon aanbrengen. Dus dat vind ik al heel fijn. Hij voelt lekker zacht. Deze in het klein ook. I love it. En je kunt allebei de kanten gebruiken. Want je kunt dit ding gewoon zo omdraaien. En dan is deze kant helemaal mooi schoon. Dus dat is echt ideaal. Dus als het goed is, moet ik hem kunnen gebruiken voor foundation, concealer, cream contour, liquid highlighter, liquid blush, poeders. Dus ik ga hiermee mijn hele gezicht doen. Dus ik ben echt heel erg benieuwd, jongens. Oh my god. Ik heb nou niks op mijn gezicht. Obvious. Ik heb alleen maar mijn ogen gedaan. Dus ja, voor de rest ga ik gewoon dit product gebruiken. En ik hoop echt dat die goed gaat zijn. Ik ben heel erg benieuwd. Vooral naar de liquids. Want ja, ik vind het toch meer geschikt voor poeder. Maar ja, we will see. Ik ga ook echt mijn beste producten gebruiken. Zodat ik zeker weet dat, mocht het niet gaan zoals ik wil dat het gaat. En het er vreselijk uitziet. Dan weet ik tenminste zeker dat het ligt aan dit ding. En niet aan de producten. Ik ga primen met mijn Garnier Lore Primer. Oh mijn god, het plakt hier de hele tijd. Super annoying. Die breng ik gewoon wel aan met mijn vingers. Want ja, ik breng primer altijd gewoon aan met mijn handen.
Als foundation gebruik ik die van Benefit, de Hello Happy in de kleur 4. Oké, dan ga ik het gewoon aanbrengen hierop en dan op mijn gezicht. Dat voelt echt heel raar, maar zo doe ik het ook altijd gewoon met mijn beauty blender. Ik breng het gewoon aan op mijn beauty blender en dan pas op mijn gezicht. Maar ik weet niet, het voelt een beetje raar om dat te moeten doen met dit. Maar ik ga het toch gewoon doen. Ik ga me gewoon opmaken zoals ik me gewoon altijd opmaak. Dus ik breng gewoon een beetje hierop aan. En dan blend ik het gewoon zo in op mijn gezicht. Oh my god, dit voelt echt super raar. Ik weet ook niet echt of ik moet vegen, maar dat is wel wat ik nou gewoon doe. Oké, nou dat ging beter dan dat ik had verwacht. Ik had ook al verteld in mijn andere Tati Beauty video. Ik ben een beetje bevooroordeeld, want ik vind Tati echt geweldig. Zij is mijn nummer 1 beauty vlogger. Ik vind haar echt amazing. Wat zij ook uitbrengt, ik wil het gewoon hebben. Maar ik blijf wel gewoon eerlijk. Vind ik het echt niks? Ja, dan is het gewoon niks. Het is wat het is. Maar dit is wel smooth. Er blijft wel een beetje hierop, maar niet absurd veel. Dat is met de beauty blender ook gewoon altijd. Dit is een goede start. Dit voelt zo raar. Oh my god. Hij is ook zo lekker groot. Dat vind ik ook fijn, want dan ben je sneller klaar. Dan ook een beetje trekken tot aan mijn nek. Oh wow, ik ben echt impressed. Kijk hoe smooth dit is. Nou, dit ging echt gewoon goed. Het is echt gewoon helemaal smooth. I like it. Nou ga ik concealer ermee aanbrengen. Ik gebruik mijn L'Oreal Infallible Concealer in de kleur Latte. En dan ook weer inblenden met dit ding. Ik denk dat ik het een beetje... Hoe kan ik dit het beste doen? Ik ben even op zoek naar hoe ik hem het beste kan vouwen. Ik denk zo. Ja, zo is echt perfect, mensen. Doe het zo. En dan gewoon de concealer inblenden. En ik druk het gewoon een beetje erin. Nou mensen, dit gaat echt super goed. Ik weet nog niet echt per se of het mijn beauty blender gaat vervangen. Maar het doet zeker gewoon wat hij moet doen. Dat vind ik heel fijn. Ik heb ook het gevoel dat hij wat minder product opzuigt dan de beauty blender. Dat vind ik ook fijn. Ik heb het gevoel dat er echt meer blijft op mijn gezicht. Er zit hier nou een beetje mascara. Oh my god. Oké, je moet er ook mee kunnen cream contouren. Dus dat ga ik ook doen. En ik gebruik hiervoor mijn Huda Beauty Tattoo. In de kleur medium. Dat is echt een super donkere kleur. Dus als hij deze goed blendt, dan is hij echt goed. En hiervan breng ik gewoon een klein beetje aan. Zoals ik normaal ook doe. Oké, hoe kunnen we dit het beste vouwen? Ik ga blenden met de onderkant en dan zo. En dan gewoon zo erin drukken. Want dit was hoe zij het ook deed. Dus dat ga ik ook doen. Oh, by the way, je hoeft hem niet nat te maken. Een beauty blender moet je echt onder de kraan houden voordat je hem gebruikt. En dat hoeft met dit product niet. Dus dat is ook wel iets fijns. Dan hoef je niet de hele tijd naar de kraan te gaan. Ik had vooral verwacht dat hij met de liquids misschien niet zo goed zou presteren. Maar kijk even dit. Hij blendt het echt prima uit. Wat een goed innovatief product zeg. Nou, hij heeft echt alles prima gewoon geblend. Gewoon precies zoals mijn beauty blender ook zou doen. I love it. Dit is dan nou wat erop zit. Een klein beetje wel product. Maar nogmaals, dat doet de beauty blender ook. Even kijken, dan wil ik ook een beetje cream blush aanbrengen ofzo. Dat ga ik doen met een lipstick. Ik heb hier mijn Model Co lipstick in de kleur Rhubarb of zoiets. En die is ook echt prachtig als cream blush. Deze ga ik een beetje hier zo aanbrengen. Zo, ik denk gewoon een beetje zo. Misschien is dit al too much, maar oké. En dan blend ik het in met weer een andere hoek. Je hebt dus echt veel hoeken en zo. Dat is echt fijn. En dan blend ik het gewoon zo een beetje in. Oké, mensen, ik heb iets te veel blush opgedaan. Maar hij blendt wel gewoon echt prima uit. Ik let ook echt altijd op dat hij niet het product wat eronder zit er ook afhaalt. Maar dat gebeurt zover ik het zie helemaal niet. Oeh, wat een cute blushje zo. Nou, dat heeft hij ook echt prima ingeblend. Oké. Er is ook verder niks eronder vanaf of zo. Ik hoop dat iedereen het een beetje goed kan zien. Mijn concealer is wel echt zwaar aan het creasen. Maar dat komt omdat er nog geen poeder op zit. Maar tot nu toe met alle creams, het gaat echt prima. En dat was echt het zwaarste obstakel. Ik was echt bang voor de creams. Want ja, voor poeder zal die vast wel gewoon prima zijn.
Maar de liquids was voor mij echt iets van oké, ik weet niet of dit gaat lukken. Nou, ik heb dus deze hoek gebruikt voor de foundation en de concealer. Ik heb deze hoek gebruikt voor de cream contour en dan hiermee de blush. Dus het is echt een groot ding. Het is echt mijn volledige handpalm. Echt super groot. Oké, nou dan ga ik verder met poeder. Ik gebruik mijn Huda Beauty poeder, like always. Ik haal even eerst al de creases weg. En dan ga ik in met de poeder. Ik denk dat ik voor dat gewoon de andere kant gebruik. Dat is denk ik wel handig. En dan ook weer zo die onderkant. En dan gewoon zo aanbrengen. Een beetje poeder gepakt, een beetje veel. Zo, je komt ook echt zo hier goed in de hoek. En voor alle mensen met een vettige huid, pak gewoon dit hele ding. Doe het gewoon zo in je poeder. En breng het gewoon zo aan over je hele gezicht. Zo, dat kan echt super makkelijk en snel. Dit doe ik normaal niet, want ik heb geen vettige huid. Maar nou even wel, gewoon puur om het even te laten zien. En je kunt dan gewoon zo makkelijk alles erin drukken. Nou, poeder ging echt perfect. Voor poeder vind ik hem echt helemaal amazing. Dan ga ik even al het poeder eraf halen. Ik vind de blush ook echt super cute. Ik gebruik normaal echt nooit een cream blush. Maar nou ik het zo zie. Blush is ook echt een product wat altijd super snel vervaagt. Dus misschien is het wel handig als ik voortaan een cream blush eronder doe. En dan er nog op ga met een poederblush. Zodat hij misschien beter blijft zitten. Ik ga heel even snel mijn gezicht afmaken. En dan ga ik nog een liquid highlighter uitproberen met dit ding. Ik ben zo terug. Oké, mensen, het enige wat ik heb gedaan is poedercontour aanbrengen. Zoals je kunt zien hier op mijn neus. Ik was iets vergeten, dus ik ben even vervroegd terug. En dat is dat ik ook altijd pressed poeder aanbreng. Ik heb hier de Hello Happy van Benefit in de kleur 2. Een mooie lichte kleur. En die breng ik ook altijd met mijn beauty blender nog extra aan. Zo hier. Dus dat ga ik nou ook doen met mijn blender vol. Dat ga ik ook doen met de poederkant. En dan ga ik er gewoon zo in. Gewoon precies als hoe ik ook altijd met mijn beauty blender doe. Oeh, die pakt echt veel op. Oké. Misschien was dat iets te veel, maar oké. En dit breng ik ook zo aan hier zo. Wow, hij pakt echt veel meer op dan wat mijn beauty blender doet. Oké, ik moet misschien iets minder oppakken. Maar ja, dit is ook de eerste keer dat ik dit product gebruik. Dus ik moet ook nog een beetje oefenen met wat ik nou allemaal precies moet doen. Dit breng ik dan altijd zo aan en dan ook zo een beetje op mijn neus om de contour een beetje in te blenden. Normaal is er echt maar een hele lichte waas zo hier, maar nu is er echt zo'n witte kbam. Even kijken en dan een beetje met een andere kant een beetje extra inblenden. Dat doet hij ook echt amazing. Dit doet hij echt beter dan de beauty blender. Dat vind ik echt top. Even een beetje MAC Fix Plus. Deze is weer nieuw. Love it. Ik ga heel even bronzer en een normale blush aanbrengen. Dat doe ik gewoon altijd gewoon met een kwast. En dan gaan we weer verder met de blenderful. Oké, ik ben weer terug met mijn overdreven bronzer en blush. Ik pak weer mijn blenderful en een beetje losse poeder. En dan ga ik het ook zo hier aanbrengen in een mooie rechte lijn. Dat kan echt perfect met dit ding. Om het hier een beetje mooi strak te maken. Bij mijn kaken, bij mijn wangen. Dan haal ik het er weer gelijk af met mijn kwast. Oké, mensen, ik was iets te oranje, dus ik heb even de belichting veranderd. En nu ben ik iets minder oranje. Zo is het gewoon hoe ik er in het echt ook uitzie. Ik weet dat ik al overal poeder heb aangebracht, maar I don't care. Ik ga nog gewoon alsnog liquid highlighter aanbrengen. Waar ik normaal niet echt zo'n fan van ben. Dus ja, maar ik wil het gewoon puur gebruiken om dit ding te proberen. En ik heb hier van L'Oreal Glow Mon Amour Liquid Glow. Super mooie kleur. Ze hebben een aantal kleuren. De kleur die ik heb is 1 Sparkling Love. Super cute. Okay, even een beetje schudden. Ik ben hier normaal echt niet van. Hè. Ik hou gewoon van poeder en klaar. Maar whatever. Alles voor de video. Dan breng ik gewoon zo een klein beetje aan. Zo poep poep poep. Ik weet niet echt hoeveel ik moet doen. Maar oké. Even kijken. Dan pak ik weer de liquid kant. Ik draai deze gewoon dit ding om. En dan ga ik het gewoon zo aanbrengen. Even kijken wat ik het beste kan doen. Ik gebruik weer een mooie schone hoek. En dan dep ik het er gewoon zo in. Kijk, dit heb ik met de beauty blender ook altijd. Het wil gewoon niet goed inblenden. Maar het kan er ook aan liggen dat ik daar al poeder heb gedaan. Maar oké. Ja, ik denk echt dat het gewoon aan de poeder ligt. Ik ga het hier ook doen. Maar hier blend ik het in met mijn vinger. En dan zien of dat dan wel lukt. Oké, met mijn vinger is gewoon de hele glow weg. Kijk, hier is er nog zo mooi die glow.
En hier bijna niks meer. Kijk, zie je mensen, ik hou hier gewoon echt niet van. Maar ik wilde het toch gewoon proberen. Nou, dan heb ik nou in principe alles gebruikt waarvoor ik de blendenvul kan gebruiken. Dus ik ga me even verder opmaken en dan kom ik weer terug voor het eindoordeel. Oké, daar ben ik weer. Als je je afvraagt wat ik om lippen heb. Ik heb W7 Mega Matte Lip Pot loodje op in de kleur pink. En ik heb een Sheer Gloss op van Revolution in de kleur Sheer Cupcake. Lekker roze. In ieder geval de Tati Beauty Blendeful. Ja, de kleine heb ik niet. Oh, de kleine heb ik niet gebruikt. Maar ja, die is misschien handig om na een aantal uur alle vettige plekken weg te halen. De grote heb ik wel gebruikt. Obvious, zoals je kunt zien. Hij is helemaal vies. Ik vond hem echt top werken. Voor zowel liquid als poeder. Voor poeder vind ik hem helemaal geweldig. Daar ga ik hem zeker nog voor gebruiken. Ik ga hem ook echt nog een keer gebruiken voor liquids. Ik weet alleen niet of hij in dat gebied mijn beauty blender echt overtreft. Maar ik ga hem zeker nog wel gebruiken. En voor poeders sowieso. Dus je gaat hem echt nog in elke video zien. Als je hem wilt halen, ik raad hem zeker aan. Ik vind het echt een top product. En echt het geld waard. En je hebt er twee, dus echt top. Een paar dingen om op te letten. Wat mij echt opviel, is dat hij niet veel product oppakt. Dus gebruik minder product als wat je normaal had gedaan met je beauty blender. De beauty blender zuigt echt overduidelijk meer op dan dit ding. Ook als je hem gebruikt met een pressed poeder, zoals ik had gedaan voor hieronder. Hij pakt superveel product op. Dus let daar op. Dat is wel iets goeds, want dan hoef je ook minder product te gebruiken. En dan gaat al je make-up ook minder snel op. En dan heb je ook minder producten echt op je huid. Dus ik vind dit echt een top product. En ik had het niet verwacht, want zoals ik ook al zei in de intro. Ik ben een persoon die dit soort producten nooit gebruikt. Tati had echt gelijk. Het is echt een innovatief apart product. Zoiets bestaat, zover ik weet, niet. Dus echt top. Ja, ik ben er echt blij mee. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier twee video's in beeld die ook het gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij mijn volgende video. Doeg!